Andere microfoon als u wil. Ja, dank u wel. Ik wist niet dat u boos werd. Sorry voor het... Nee, dank u wel. Ja, ik hoor je zoveel onwaarheden verteld worden door mevrouw Teunissen. Klimaatbangmakerij, waar ik het juist in mijn betoog over had. En de reden dat ik opsta is toch wel dat mevrouw Teunissen zelfs de ellende van bijvoorbeeld de Limburgers, als gevolg van de overstromingen, die ellende misbruikt hier in dit debat om haar eigen klimaatverhaal erdoor te drukken. Want de feiten zijn als volgt. Volgens hoogleraar Jonkman van de TU Delft is geen toename in het aantal overstromingen. En er is zelfs een afnemend aantal slachtoffers. En ook uit de International Disaster Database blijkt dat het aantal slachtoffers juist is afgenomen. Dat zijn de feiten. En dan zegt mevrouw Teunis, ja, als we nu niks gaan doen aan die klimaatverandering, dan worden de kosten hoger dan dat we daar wel wat aan doen. Dat heeft zij gezegd. Nu heeft de heer Timmermans in een eerste reactie enige tijd geleden al laten weten dat zijn plannen rond de 1.000 miljard zullen gaan kosten. Kan mevrouw Teunis dan mij voorrekenen hoeveel het niets doen aan klimaatverandering meer gaat kosten dan die 1.000 miljard? Mevrouw Teunis. Voorzitter, nee, dat ga ik niet doen. Want nee, ik zal daarbij uitleggen waarom niet. Het is helemaal niet uit te rekenen, want het klimaat, er komen klimaatrampen aan. Maar natuurlijk kunnen we niet voorspellen hoeveel dat zal oplopen. Het kan mogelijk zijn dat, dat inderdaad pensioenfondsen en dergelijke het wel hebben uitgezocht. Dat heb ik nu niet paraat. Maar dat het om miljarden gaat. We hebben al gezien dat de klimaatramp in Limburg miljarden aan klimaatschade kost. Nou, laat staan als we nu wachten en niks doen en die klimaatbangmakerij. Ik vind dat de PVV daarmee bezig is, want de PVV is bezig met struisvogelpolitiek. Schoot dat mensen totaal verkeerd beeld voor. Terwijl als we nu niet realistisch zijn, dan zitten we straks met nog veel hogere kosten. En dat is dan mede dankzij de PVV dat we dan in de dupe zitten. Met zoveel schade zitten dat het levensgevaarlijk wordt. Heer Kops. Ja, voorzitter, ik sta even te denken wat mevrouw Teunissen nou precies zegt. Ze begint een beetje te stotteren, maar het is natuurlijk totaal geen antwoord op mijn vraag. Ik heb haar namelijk wat feiten voorgeschoteld. Namelijk, er is geen toename in het aantal overstromingen, geen toename in het aantal slachtoffers. En dan stel ik haar heel concreet de vraag: hoeveel meer dan die 1.000 miljard kost dan het niets doen tegen klimaatverandering? En er komt gewoon geen antwoord op. Kijk, en dat is nou typisch, voorzitter. Dat is nou typisch voor een partij als de Partij voor de Dieren. Hier allerlei uitspraken doen en totaal geen antwoord hebben op een vraag. Dat is toch schunnig? Dat is toch gênant? En hoe ga je dat dan uitleggen aan al die mensen hier in het land die wel dat geld voor die klimaatplannen moeten ophoesten? Gaat u dan zeggen van, ah joh, nee, dat moet je gewoon maar betalen, hè? Dat het meer kost om niks te doen tegen klimaatverandering? Ja, dat moeten we maar aannemen. Maar eigenlijk hebben we geen idee. Is dat nou het verhaal van de Partij voor de Dieren? Totaal geen idee dus. Dank u wel. Mevrouw Teunissen, tot slot. Ja, uitgang. Ik heb het antwoord al gegeven, maar de heer Kops is er gewoon niet blij mee. Ik wil alleen nog even zeggen dat ik zijn manier van debatteren echt heel storend vind. Hij gaat, als ik een verspreking maak hier, gaat hij daar een opmerking over maken op de persoon spelen. En dat vind ik enorm flauw en dat vind ik helemaal geen recht doen aan dit debat. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Teunissen. Dan geef ik... A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat.